op aan hebben, dat het boeiend is. We zien de ploeg alweer op achterstand staan. En daar komt Langerijk alweer. Vera er naartoe, maar die gaat dat niet redden. En dan is de voorzet scherp. En... Nou. Het zou het leuk zijn als Go Ahead iets terug zou kunnen doen. Dat er toch iets van spanning komt in deze beker. Schöne. Sterk. Stans. Zeepaar. Met de voorzet. Soleri. Loen. Diepgang bij Kalkan. Ook dit is niets. Thank you.
schiet van Weert. Stans, hoek lastig, dus legt hij hem voor. En daar is de kans voor Aouazar, als hij voor zijn linker heeft tenminste. Maar dit is wel een aan. Oh, goeie paas, Bruins opeens vrij. Bruins, het is vol. Heracles houdt steeds twee man voorin, voor een mogelijke counter. We hebben al een keer gezien dat het vrij effectief kan zijn. Stans, zijn trap is goed en levert een kans op. Maar geen doelpunt, want Drosten haalt hem weg. Van Weert en de Wierik zijn alweer flink aan het duwen en trekken. Daar is Van Weert. En er is dus ook zijn kans. De helft. Vanuit zijn perspectief is dus de vraag of ze zichzelf dan beter kunnen belonen. En dat lukt bijna. Dat lukt zelfs helemaal. Dat is Karami op Elbers. Stans. En de pas, Karami. Bruins toch in de problemen. Limbombe neemt over. Wordt van de bal gelopen. Reglementair door Stans. Want hij is de bal kwijtgeraakt. Er is heel veel weg op die positie. Een aantal mensen van de Graafschap nog weer inlopen. Die maakt een driver. Nee. Heel beheerst opgelost door Stans. Die bal keurig.